Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwslitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Iedereen wil zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven behouden. Het is een onderwerp waar men liever niet over spreekt, maar zeker als je te maken hebt met de diagnose dementie is het belangrijk zaken op tijd te regelen. Welke zaken je op tijd moet regelen als je weet dat je straks niet meer in staat bent om dit te doen? Wie mag je dan beslissen over bijvoorbeeld jouw medische handelingen? Hoe regel je een volmacht of levenstestament? Als je partner de diagnose dementie heeft, mag je dan nog wel schenkingen doen aan kinderen of kleinkinderen? Kun je dan het huis verkopen als je kleiner wilt gaan wonen? Juist bij dementie is het belangrijk om, hoe vervelend ook, een aantal zaken al te regelen als er nog niet zoveel aan de hand lijkt te zijn. Welke keuzes en wensen kan je allemaal vastleggen. Hierover kun je in gesprek gaan met notaris van Meerwijk. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 juni van half acht tot half 10 s'avonds in de Wijngaard te Made. De entree is gratis. ...en u bent van harte welkom. De weergoden hielpen niet alle vierde dagen mee... ...maar veel wandelaars hebben in Made... ...de wandel driedaagse met goed succes... ...en natuurlijk met een medaille afgesloten. De eerste dag werd afgelast vanwege het dreigende onweer, ...en ook op de laatste wandeldag waren de paraplu's nodig... ...maar dat kon de pret niet drukken. Er hing een leuke sfeer in de Godfried Schalkestraat, die tijdelijk omgedoopt was naar Via Gerbera, waar de vele wandelaars en het grootst opgekomen publiek genoten van de mooie bloemen en andere beloningen. Het was weer voor herhaling vatbaar. De grote hoeveelheden water die er de afgelopen periode zijn gevallen, hebben ook de gebruikers van het markpontje in Ter Heide getroffen. Op zondag 26 mei werd het pontje vanwege de hoge waterstand in de markt namelijk uit de vaart genomen. Het pontje was, zoals u kunt zien door een ondergelopen kade onbereikbaar. Ook op maandagochtend werd er niet gevaren. Via de Facebookpagina van het Marktpontje kunt u op de hoogte blijven van de stand van zaken. Ook in het waterrijke gebied rondom Hoge Zwaaluwe is het waterpeil behoorlijk gestegen. Om het water te laten zakken werden uit voorzorg noodpompen geplaatst bij het gemaal Emilia in hoge zwaarnieuwen. Hierdoor werd besloten een deel van de zeedijk tijdelijk af te sluiten. Vorige week reikte wethouder Jurgen Vissers samen met René Goosens schaakdiplomas uit aan kinderen van de expeditieklas. Van Stichting Katholiek Onderwijs, Trimmelen. Dat is een speciale klas voor kinderen van alle basisscholen van Scot, in Maden, Ter Heide en Wagenberg, uit groep 6 en uit groep 7, die wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld schaken of de Franse taal. René is oud-leraar van het Dongemondcollege en bestuurslid van schaakclub Het Paardje in Maden. Hij gaf de kinderen schaakles. Op de foto, gemaakt door Gerard van Vucht, kunt u zien hoe trots de leerlingen zijn op hun prestatie. De leden van het tamboerkorps van Harmonie Sint Cecilia uit Made hebben een unieke ervaring beleefd. Ze waren uitgenodigd om op te treden op het Gat Festival in Breda. De foto geeft wel aan dat daar met opperste concentratie gemuziceerd is. Niet voor niets, ze hebben samen met enkele leden van militaire beroepsorkesten een prima concert gegeven. In de gemeente Drimmelen geldt een tijdelijke verkeersmaatregel in diverse straten in Maden vanwege werkzaamheden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen maken bekend dat zij toestemming hebben gegeven tot het afsluiten van de Kastanjelaan en de Hoefstraat, en de Olmenpad in Maase ter hoogte van het kruispunt en dat duurt van 3 juni 2024 tot en met 21 juni. De Hoefkestraat in Maase, het gedeelte Kastanjelaan tot en met kruispunt Mijndorrenaan, is dicht van 3 juni 2024 tot en met 19 juli. En de Mijndorrenaan in Maase ter hoogte van het kruispunt met de Hoefkestraat is dicht van 3 juni tot en met 19 juli. De Slopershamer is zichtbaar aan het werk in het voormalige culturele centrum De Maaiboom. De Maaiboom maakt plaats voor woningen en met de sloop van het gebouw is daarmee nu dus een duidelijke zichtbare start gemaakt. Op donderdag 13 juni van 6 tot 8 uur vindt er in Hotel het Trefpunt een inspiratiesessie plaats. Tijdens deze avond gaat de gemeente in gesprek. Met inwoners en ondernemers uit Made over hoe zij hun buurt ervaren en wat er volgens hen voor nodig is om een zorgzame buurt te worden. Hoe kijken inwoners en betrokkenen naar een zorgzame samenleving? Wat is daarvoor nodig? Wie wil er meedenken over het verbinden van de buurt en het realiseren van nieuwe activiteiten of evenementen? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen? Meer naar elkaar omkijken zodat iedereen, jong en oud, samen zorgeloos kunnen wonen in hun buurt. Deze en nog meer vragen worden besproken. Het project richt zich op de directe omgeving van Seniorenpartner De Wijngaard, gelegen aan de Cyclaamstraat in Maden. Het gaat om alle straten binnen het gebied Markstraat, Dreef, Haagstraat, Geraniumstraat. Irisstraat en de Nieuwstraat. Aan het einde van de sessie hoopt men dat de eerste aanzet tot een werkgroep is gemaakt, waarin de bewoners samen met de betrokken organisaties de ideeën verder uit kunnen gaan werken. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. U kunt uzelf aanmelden tot 5 juni via het mailadres wat in beeld verschijnt. Er was de afgelopen periode veel te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op dit kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Dit keer het tweede deel van een film over oudmaden. En een opname van het amateurconcert in het Witte Kerkje in te rijden. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie-omroep Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we een verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!